Hoe zou het zijn om te eten bij het slechts beoordeelde restaurant van Marokko? Daar wilde ik achter komen. Dus vloog ik samen met Mark en Nebio naar Marokko. Om vervolgens de slechtste reviews in Marrakesh op te zoeken. En we zijn nu bij het eerste 1-ster restaurant. En het eten blijkt er dus gewoon oprecht vreselijk te zijn. En er zijn zelfs reviews dat mensen hier voedselvergiftiging hebben gekregen. En letterlijk iedereen zegt dat je deze plek moet vermijden. Laten we maar naar binnen gaan. En gedurende deze video heb ik maar één missie. Ik mag niet stoppen met deze video totdat ik een 5-ster review heb gegeven zonder te liegen. Ik moet wel zeggen, het is hier best wel leeg. Yep, en dat is alles behalve positief. Want als het restaurant leeg is, moet het wel slecht zijn, toch? We gingen in ieder geval zitten om te wachten tot we konden bestellen. Maar ondertussen ging ik alvast kijken hoe schoon het restaurant is. Deze tafel was wel schoon, dus dat is wel een goed teken. Maar ondertussen waren we al een kwartier aan het wachten en kwam er maar niemand om onze bestelling op te nemen. Maar goed, na nog even gewacht te hebben, kregen we de... Right, we hebben de menukaart. Ik moet zeggen, de prijzen vallen hier best wel mee. 1 dirham is omgerekend maar 25 cent, wat deze bestelling nog goedkoper maakt. Ja, ik denk dat ik een keuze heb. Kefta tacos. Ik ben benieuwd. En na nog 15 minuten gewacht te hebben, kon ik dan eindelijk mijn bestelling opnemen. Maar zag ik toch wel iets heel bijzonders. Wat zie ik nu? Wifi? Hebben ze hier gratis wifi? Wacht even, dat gaan we checken. Als die gratis wifi hebben, jongen, 10 sterren. Er is geen wifi. Dit is echt heel teleurstellend. Maar toen kwam mijn overheerlijke eten. Althans, dat moet ik nog testen. Want het is nu tijd voor... de food review. We beginnen met de patat. Kijken, het zoutje. Dat is koud. Dan gaan we even kijken of de sandwich ook koud is. Het is weer koud. En nu was het aan mij om deze dikke sandwich weg te bunkeren. Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Was dit mijn geld waard? Ja, ik vond de prijs nog best wel netjes. Vooral hier in het drukke centrum. We hebben namelijk 75 betaald. En dat is omgerekend zo'n 7,50 euro. Dus de prijs geef ik denk ik gewoon 3 sterren. Aangezien het lokaal veel goedkoper is. En de hygiëne was er wel te doen. Het was niet al te schoon moet ik zeggen. Dus ik geef die gewoon 2 sterren. En de service was best prima. We werden in ieder geval wel geholpen. Maar er werd gewoon niet tegen ons gepraat. Dus die geef ik 2 sterren. Dus krijgt deze plek van mij 2,5 ster. Door naar de volgende. Dus liepen we helemaal naar de andere kant van Marrakesh. Om vervolgens te gaan eten bij een restaurant met weer hele bizarre reviews. En mensen zeggen hier dus gewoon dat het eten vreselijk is en dat ze hier soms gewoon een uur moeten wachten. En iemand zegt hier zelfs dat het eten hier gewoon rauw was. En Paul Hero zegt gewoon dat hij voedselvergiftiging heeft gekregen door hier te gaan eten. Als er één ding is wat ik niet wil hebben, dan is het wel voedselvergiftiging. Ik moet nog terug naar huis vliegen straks. Nou, let's go. Dus liepen we naar boven, naar het dakterras. Ja, dit restaurant heeft blijkbaar een dakterras. En oprecht? Dit ziet er echt heel nice uit. Dit ziet er echt heel leuk uit. Ik moet zeggen, de muziek staat wat hard, maar goed. Alright, laten we een leuk plekje gaan zoeken, Nevio. Holland. Yes. Holland. Yes. Holland. Yes. I love it. Oh ja, en deze werknemer die ons hier aanspreekt is oprecht een van de meest vriendelijke mensen die ik in tijden ben tegengekomen. Vanaf het moment dat we aankwamen lopen was hij direct al erg vriendelijk. En zelfs nu wanneer wij met een grote camera aan tafel zitten te filmen, blijft hij vrolijk en maakt hij constant grapjes. Vind je question, Mr. President? Mr. President? Yes. I have no questions. Maar goed, hoe zijn de prijzen hier? De prijzen zijn hier ietsje duurder dan bij het vorige restaurant. Maar ik moet zeggen dat deze man zo aardig is. Dus dat maakt de hele ervaring gelijk al stukken beter. Dus dan wil ik ook best wel iets meer betalen. En nog steeds, laten we eerlijk zijn. De prijzen hier vallen sowieso best wel mee. Vergeleken met Nederland. Ik neem denk ik gewoon een swarm, want volgens mij is hij best wel klein. Ja, even lekker smoothietje erbij doen. Check ook eventjes dit uitzicht trouwens. Ik zie hier de toren, ik zie daar bergen op de achtergrond. Ik kan gewoon precies over de stad heen kijken. En ik moet zeggen, ik heb tot nu toe nog geen enkel viezigheidje gezien ergens. Dus dat is een pluspuntje. En besef ook eventjes dat we hierna naar het beste restaurant van heel Marokko gaan. Ja, want ik loop natuurlijk oprecht risico om voedselvergiftiging op te lopen door het maken van deze video. En is daarom mijn doel om op zoek te gaan naar het beste restaurant van Marokko. Ik merk namelijk dat ik de laatste tijd weer enorm vastzit in een soort standaard routine. Oprecht, het enige wat ik doe is editen. En dat is soms best taai. Maar dat maakt het ook erg makkelijk om nee te zeggen tegen dingen die je daadwerkelijk uit je comfortzone halen. Deze hele reis naar Marokko samen met 2 goede vrienden is dus ook echt bedoeld om alles te geven. En ten koste je doelen na te jagen. Want er gebeurt eigenlijk helemaal niks leuks in de comfortzone. Daarover gesproken, ik zit best comfortabel aan deze tafel. Maar ik was stiekem ook aan het meeluisteren wat de mensen naast ons nou van deze plek vinden. Naast ons zijn nu net wat andere gasten gaan zitten. En ik hoor ze vertellen dat de smoothies hier echt heel goed zijn. Nu ben ik wel echt benieuwd. Loopt hij dus een kat rond? Ik zeep hem nu nog eventjes weg. Zolang hij niet in de keuken komt, want dan ben ik weg hier. Ja, want straatkatten wil je namelijk echt niet in de keuken vinden. Aangezien kans op besmetting in dit land veel hoger ligt dan in Nederland. Maar na kort gewacht te hebben, kreeg ik het eten. Het ziet er heel luxe uit, dus ik ben benieuwd. En dan is het nu tijd voor de food review. Laten we beginnen met de friet. Patat, sorry mensen. Dit is echt een hele goede patat. Hij is warm en hij smaakt goed. En dan is het nu tijd voor de smoothie. Ik hoorde dus hiernaast dat de smoothie dus echt heel goed was. Dit is echt heel goed. Over het algemeen smaakt alles, ja, goed. Het was niet mega bijzonder, maar het was in ieder geval niet rauw. Nou, ik moet zeggen, ik vond de services hier echt top. Ik geef deze gewoon 4 sterren. Aangezien we relatief lang moesten wachten, maar deze meneer was oprecht gewoon echt heel vriendelijk. En die hygiëne was hier ook echt top, die geef ik 4 sterren. Maar er liep nog wel een straatkat rond. En de prijs geef ik gewoon een 5. Want het was gewoon erg goed voor wat je krijgt. Dus we komen uit op een totaal van 4,5 ster. Door naar de volgende. Joef. We hebben dus geen menukaart hier, maar we kunnen dus op de muur kunnen aflezen wat we willen. Oh, we hebben wel een menukaart. Ja. Kijk dit, het zijn alleen maar lijntjes. Ik heb dus in de Google gegooid en dan kunnen we hem
dus wel lezen. Er staat het in het Nederlands. Moet wel zeggen, het is wel echt een aardig minpuntje dat ze het hier niet in het Engels hebben opgeschreven. En dat ze ook niet begrijpen wat we bedoelen, want ik vroeg het. Hé, een gemengd broodje. Wat is een gemengd broodje? Zou dat gewoon een sandwich zijn? Een broodje in de blender. Ik ga wel voor een kippizza, want ik kan een kip nadoen. Zo tok tok tok. Zal ik het bestellen? Ja, doe maar. Dan kun jij. Yes. Can we have two pizza? Tok 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 tok. Chicken. Yeah, you know chicken? Yeah. Nou, ze spreken dus ook niet echt Engels. Nee, helemaal niet. De kip komt uit de zakkie. Maar ja, de kip in Marokko, dat ligt op de markt ook gewoon zo open en bloot. Hè? Ze hebben hier geen koelkast. Dus we hebben best wel grote kans dat we gewoon ziek worden. Ja, salmonella. Of legionella. Nee, salmonella zit in water. Legionella. Nee, legionella zit ik. Nee, salmonella zit ik. Want wat was er eigenlijk nou zo slecht? Ja, de review ging dus voornamelijk over de slechte service. En tot nu toe, nee, ze begrijpen het gewoon niet. Dus we kunnen eigenlijk ook niet heel veel zeggen over de service. Maar ik ben benieuwd straks, als ze het eten komen brengen. Ja, misschien dat ze dan zeggen, eet smakelijk. En aan de andere kant, omdat hun ons niet begrijpen, kunnen we doen wat we willen. Want ze kunnen er toch niks van zeggen. Ik kan zo op die balie schijten. Er is alleen één probleem. Ik hoef niet. Als het eten echt heel slecht is, dan zit je straks wel aan de schijt. Dan schijt die hele balie onder. En toen ging Marcus een echte Rob Geus stiekem de keuken infilmen. Maar kijk dit. De frituur ziet eruit alsof het al maanden niet is schoongemaakt. De vloer is smerig. Ze werken zonder handschoenen. En zo kan ik nog wel even verder klaren. Ik moet zeggen, het ruikt redelijk lekker. Dus ik heb hoge verwachtingen van dit eten. Tobias niet zo. Ik niet. Ja. Oh ja, herinner je de kat nog van 3 restaurants geleden? Er zitten hier dus letterlijk 2 katten constant door de keuken te lopen. Terwijl ze van de patat eten die nog geserveerd moet worden. Wow, poes in de keuken. Poes in de keuken. Daar gaat hij aan. Maar hij eet dus ook gewoon frietjes. Wat zegt eigenlijk een Chinese poes? Nou? Ni hao. Dat is echt heel slecht dat. Maar goed, het duurde ondertussen al behoorlijk lang. We waren op dit moment namelijk al 40 minuten aan het wachten, terwijl we wederom de enige in het restaurant waren. Je had echt wel binnen 10 minuten klaar kunnen zijn. Maar toen gingen onze pizza's eindelijk de oven in. Oh, lekker zeg. Het is geen supermarkt diepvriespizza. Nee. Schil dat ze hem wel zelf hebben gehad. Kijk, daar gaat de volgende al. Oh. En toen was het tijd voor de food review. Cheers, bam. Het is wel heet. Oh, dat is niet normaal zeg. Go. Een hele aparte pizza, totaal andere smaak dan in Nederland. Er zit olijf op. Ja, ik ben er wel erg voor. Dus wat vind je van dit eten? Ik vind het lekker. Ik vind het ook oprecht best wel lekker. Zo lekker, met Floy. Nee, wat zeg jij nu net? Met Floy. Ja, wat vonden we hiervan? Ja, goed. Vond je het echt goed? Nee, tuurlijk niet. Ja, ik geef de service geef ik 2 sterren. Ja, de hygiëne geef ik echt een dikke min 1. Dat is echt heel slecht. Prijs? Die is wel echt heel goed. Ja, die is echt heel goed. Ik geef die denk ik gewoon 4 sterren. Ja, en dan komen we uit op 2. 2 sterren. Ja, top. En toen was het tijd voor het laatste restaurant. En ik was oprecht benieuwd. Aangezien we hier geen enkele slechte review over konden vinden. We hebben de menukaart. En goedkoper dan waar we net hebben gegeten. Oh zo, dit is inderdaad veel goedkoper. Hier is een pizza gewoon 15. Dit is gewoon 1,50 euro, hè? En daar was het 3 zoveel of zo. Je moet dus altijd gewoon naar dit soort zaken zoeken en niet dat waar we net waren. Ja, en dat zie je ook wel. Kijk hoe mooi het hier is, muziek, alles. En zie je dat? Mooi schoon. Mooi schoon. Ze hebben ook een deurtje waardoor er dus geen katten de keuken komen. En dan komen hier überhaupt geen katten binnen. En toen mochten we bestellen. En ik was benieuwd of dit goed zou gaan. Oh yes, for me the nuggets and the fries. And for me the French sandwich without sauce. Daarna werden we ineens uitgenodigd om in de keuken te kijken om te laten zien hoe ze alles klaarmaken. Ja, moet je kijken. Alles is hier helemaal hygiënisch schoon. En ze gaan hier nu lekker onze shake bereiden. Eigenlijk zou je dit altijd moeten doen, dan weet je gewoon dat eten altijd goed is. Wordt gewoon helemaal met handschoentjes aangedaan. Ja, maar dit gaat zo lekker worden. Ja. Ik heb hier gewoon oprecht eindelijk een keer zin om te eten. En ondertussen ligt hier ook de burger. Kijk dan. Zo. De beef. Yes. Nice. En ook op die grillplaat, hè? Alles helemaal schoon. Helemaal schoon. Helemaal geen viezigheid, niks. Zullen wij ondertussen even het restaurant kijken? Ja, wij gaan in het restaurant kijken. Oh, hij staat zo. Laten we hier gaan zitten. Dit is een mooie plek, inderdaad. Ik heb geen poes gezien nog. Geen muizen, geen ratten. Geen muizen, nee, niks. En we zien er netjes uit. Oh ja, we hebben die netjes nog steeds op, hè? Oh, daar komen onze smoothies aan. Yes. Nou, laten we het even proeven, Mark. Zo. Oh, je proeft dat vers fruit is, maar dat weten we. We zijn in de keuken geweest. Dat klopt echt. Maar dit smaakt oprecht echt heel goed. Dit is veel beter dan alles, zeg maar. Ik denk oprecht dat ik in mijn leven nog nooit zo'n goede smoothie heb gehad. En dan komt ons eten er ook al aan. Oh, zo. Mooi op een plankje ook. Oh. We moeten alleen wel eventjes omruilen, Mark. Ja. Laten we even omruilen. Oh, dit ziet er toch lekker uit. Het ziet er echt heel goed uit, gast. Ik ga eerst friet proeven, want als we het tegen 1 afzetten... Laten we dat doen, hè? Oh, lekker frietje. Deze warm, even een hapje nemen. Ja. Ik lust saus, maar ik heb gezegd zonder saus. Om te kijken of die goed luistert, zeg maar. Mm. Ook veel beter dan die eerste. Jij smaakt goed? Ja. Kijk. Let's go. Lekker, hè? Laten we even een kipnuggetje proeven met een klein beetje saus. Het zijn mooi bruin, dus dat is fijn. Ze zijn niet rauw. Ik ben bang dat dit gewoon alle 5 sterren wordt. We hebben tot nu toe nog geen 1 zaak gezien die alles voor elkaar heeft. En toen we klaar waren met eten, werden we uitgenodigd om samen met hun couscous te komen eten. Wel zeg, ik vind het wel echt leuk dat ze ons uitnodigen hier. Gast, ik vind dat ook wel leuk. Gaan we gewoon met z'n allen je couscous eten? Ja. Heel goed. Gast. Nou is mijn tijd om heerlijk een beetje te gaan eten. Lekker. Couscous maar ja.
smoken. Very good. En toen we met z'n allen aan het eten waren, besefte ik ineens dat het helemaal niet gaat om welk restaurant het beste is of de patat warmer is bij het ene restaurant, maar meer om de mensen waarmee je jezelf omringt. Tegenwoordig zitten we allemaal zo vastgeplakt aan onze telefoons, maken we ons zorgen om de meest kleine dingen die naarmate de tijd voordat eigenlijk niks meer uitmaken. Het belangrijkste aan leven is door daadwerkelijk te leven. Jezelf omringen met mensen die waarde kunnen bieden aan je leven en andersom. En mensen die je in het moment gelukkig maken. Dat gezegd hebben, is het nu tijd voor de conclusie. Ik klap uit elkaar. Ik ook. Ik zit zo vol gas. Ja, dit is echt niet normaal, maar dit was zo gasvrij, dat had ik echt niet verwacht. Maar dit was ook echt mega gezellig met hun daar zitten. Ja, we hebben echt nog gewoon nagetafeld, het is inmiddels gewoon in de nacht. De service was goed, de hygiëne was goed, de prijs was goed en ze zijn gewoon super gasvrij. En zo zie je maar, kwaliteit hoeft niet duur te zijn. Dus ik geef dit gewoon 5 sterren. Ja, ik ook minimaal 5 sterren, dus dat ik niet meer kan geven. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Doei. Ik ben nu echt heel nodig. Ja, kakken. We gaan even naar de wc. Joe.